Dus je ziet wanneer vandaag de dag we regering hebben, het eerste wat ze gaan doen. Wij hielden rekening met de omstandigheden, de fallout van de wereldrecessie vanaf 2016. Om toch te kijken hoe wij met schuifje hier en daar salarissen betalen, oude vandaag specialisten, bazookarten, Oros Mamoni, Chinengere Moni, subsidie van water. De man Skong en de man die rijk hebben dat kapitalistisch systeem. En al gaan ze 2 miljard, 3 miljard zoeken, gaat het niet om verlichting. Gaat het niet om verlichting van de noden van het volk. En het volk heeft bijna extra. En ik ben begonnen een poos geleden en ik heb het herhaald. Toen Tante Clary haar lijk hier lag, om te zeggen, laten we onder deze omstandigheden, laten we alle kisses aan de kant zetten. Laten we alle zaken parkeren. Het volk heeft ons weer nodig. Als we het niet doen, men is bezig het volk 50 jaar terug te werpen. Toen zijn er wapens aan terecht gekomen. Als we als partij niet ons gezond, we hebben een historische taak, niet ons gezond verstand gebruiken. Zaken die door vele leiders en vele organisaties waren weggedrukt. Het was bij ons een normale zaak als ik zei, hey, Kulimang, hij ervoer het niet als belediging. Vandaag aan de dag zien we dat opkomen. Vandaag aan de dag zien we dat opkomen. En als dat gebeurt, gaan wij dit land ver terugwerpen. En dan gaan de allerjongsten onder ons, die gaan geen, komt hij gratari. Dit soort dingen ga je alleen maar met de wapens kunnen weghalen. En daarvoor zijn de Boutersen en de Schulz en de Abrahamsen te oud. Maar of u zult moeten toegeven en voor de rest puppet willen blijven. Maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven van Suriname is van de Surinamers. Dan zullen wij in de bres moeten springen.